Hallo mensen van Kees Gestel, welkom bij deze nieuwe video van vandaag. Sta ik hier bij? Mij. Jou? Mij. Nee, bij jou. Bij mij. Jij? Hoi. We staan bij Sinterklaas. En de kerstboom. Dat ben ik. En de paashaas. En, ik ben het allemaal tegelijk. Ja, en, dat klopt. Op nog het beste van, ik ben ook hier nieuwjaarsman. Nieuwjaarsman? Ja, dat is een legende. De geweldige nieuwjaarsman. Een upcoming legende. Ja, inderdaad. Als Sinterklaas eenmaal illegaal is, waar ik niet achter sta, maar wat misschien gebeurt. Wat about to happen. Ja, dan ben ik nieuwjaarman. Oh, ik ga gewoon toeren door het hele land. Awesome. Dus, aangenaam. Nice, en dan ga je overal blokjes kaas strooien in plaats van peper. Ah nee, diamonds, hè, was het. Oh, ook goed. Ja. Nou, in ieder geval, we zijn hier omdat Kaas een opdracht heeft voor Games Excel Buildings Co. Buildings Co. Buildings and Co. Buildings and Co. What the fuck? Namens Robin de Kaasmens. Nou, die kennen we allemaal wel, toch? We gaan zijn huis pimpen, volgens mij. Ja, zoiets. Prioriteit was super hoog, dus we moeten het nu meteen doen. En de prijs, nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ja, mooi. Ja, we kunnen het ook achteraf zien. Als jij er kak van maakt, dan zeg ik van, nee, je krijgt maar 47 diamonds. In plaats van 48. Dus zorg maar dat je er geen kak van maakt. Ik ga proberen om er geen kak van te maken. Oké. Oké, laten we gewoon naar jouw huis toe gaan, denk ik. Oké. Herken ik dit? Herken jij dit? Nee. Is dat erg? Uit jeugdjaren? Oh, is dat van de Teletubbies? Ja. Het is van... Awesome. En nog beter, kom mij achterna. Oké. 1. 1. 2. En dan gaan we zo wat een glijbaan. Oh. Yeah! Ik zie eraf. Ik deed het wel goed. Ja, kom maar gaan. Oké, maar dit is het huis dus. En wat was nou precies de bedoeling van jouw Mijn huis? Wens was om er een meer interesse in te doen. Wat ik nu heb gedaan is, ik ben helemaal begonnen met alleen maar oak wood. En de vloer van sandstone. En wat deurtjes en glas natuurlijk. Maar voor de rest niks. Mm-hmm. Toen had ik wat meer oak wood logs erin geplaatst. Ja. En zo. En daarna wat spruce slabs op de randjes. Maar daar was het eigenlijk wel bij gebleven. Voor de rest zijn het individuele kamers die ik doe. Wat wil je hier nou als hoofdblok, wil je wel het oak behouden? Ja. Of... Want ik heb daar een mooie voorraad van. Zal ik anders, als dat nog niet te vlug is... Oh jee, waar ben je nu weer? Ik ben boven op jouw dak geteleporteerd. Ik ben boven op jouw dak geteleporteerd. Ik denk dat ik bij jou ben. Ik ben gewoon even aan het bekijken. Oh, kijk aan, bij het dakterras. Hoi. Ja, het dakterras. Nou. Awesome. Dus ik kan misschien wel eventjes mijn voorraadblokjes laten zien. Als je dat wil. Ja. Dan weet je dat je niet al dingen gaat bedenken en dat dan uitkomt dat we het niet hebben. Snap je? Ja, maar dat is die van jou. Goeie grapje. Ik moet nog iets laten zien voordat we beginnen. Het is heel belangrijk. Want de eerste keer dat je bent... Oké, ga hier zitten. Oké, ik ga jou een optreden geven met mijn drumsticks en alles. Nou, daar gaan we, jongen. We gaan erin. En een piano. Dat was mijn optreden. Dankjewel. Buiging. Dat was mooi, hè? Staande ovatie. Dankjewel. Nou, dan gaan we verder. Niks gebeurd. Ja, we gaan verder. Ik had iets in mijn hoofd en ik denk dat het best wel leuk eruit gaat zien. Oké. Sproetsa. Oeh. Dat blendt wat beter in met het pad. Iets te veel misschien. Misschien moeten we er dark ook van maken. Later. Ik vraag me even één ding af, of dat er goed uitziet. Ik weet niet of ik het heb, want... Oh ja, ik heb het al. Nou. Hoe staat dit? En wacht hoor, waar kan ik dan neer? Dit hier. In combinatie met dit. Op zijn kant. Of dan dit spruce wood, zeg maar. Want je hebt dan altijd zo allebei de lijntjes op de zijkant. Maar, horizontaal. Let's see what you're saying. Dat zou inderdaad wel kunnen. Ik had eigenlijk nog één ander ideetje.
snel kijken of dat een beetje leuker uitziet. Oké. Okay. Het is heel moeilijk om een bouwwerk van iemand anders aan te passen. Met alleen Oakwood. Om zo maar te zeggen. Maar misschien is dit wel leuk. Dat weet ik dus niet. Ik probeer er wat meer diepte in te geven, zeg maar. Wacht, hè? Diepgang. Boe. Oké, hoe ziet het er vanaf hier uit? Nou, hier ook. Oh zo, ja. Dan heb je meer die handjes, toch nog. Wat ik dan wel zit te denken, is dat je hem hier... Ik vind dat vind ik zelf persoonlijk vet storend. Ik heb geen crafting benches, dus dan maak ik toch maar een crafting bench, alweer. Ik maak zo vaak crafting benches gewoon, hè. Dan heb ik er geen bij en dan ben ik gewoon te laaien. Is dit door te trekken tot... Oh, dammit. Kom, tot hier. Aangezien dat die aan de andere kant ook doorloopt tot aan het einde, zeg maar. Ja. Yeah. Dat je zeg maar het dak zo doortrekt. Nee. Door helemaal eromheen. Ja, het kan. Alleen dan zou ik dit... Assen, dat was ook precies de bedoeling. Je hebt een schilderij opeens. Oh, dat is de bedoeling. Ja, nee, dat was niet de bedoeling, maar... Oh. De schilderij die kwam net... Die mag jij hebben, maar die was ook van jou, zeg maar. Die viel net in één keer voor dat ding. Eens kijken waar die hoort. Dit is een... Ik ben hier alles aan het molesteren van jou, sorry. Ah, ja. Ik ga alles weer terugplaatsen. Zo. En dan dit zo. Oh, dat heb jij erbij gemaakt. Ja, dat heb ik erbij gemaakt, ja. Of niet? Jawel. Ja. Ik heb nu alweer geen... En de puls meer. Als ik die heb, dan zijn ze bij mij echt binnen een aantal seconden gewoon op. Ik weet niet hoe dit eruit ziet, maar ik hoop dat het er goed uitziet. Ik probeer echt gewoon diepte in jouw bouwwerk te geven. Ja. Nou, dat vind ik niet verkeerd. Nee. Op zich. Ik heb een blok wat ik nodig heb niet in mijn inventory. Zo. Vind je dit trouwens mooi? Sorry? Een kast. Holy shit, nice! Gewoon geïmproviseerd iets. Oeh! Ja. Diamandos! Much diamandos! Kijk, een mooie open raam. En misschien zelfs gewoon dit zo. Boe! Sandstone, heb je sandstone? Hij neemt stappen. Sandstone. Oh jee, wat gebeurt er nu? Ik heb geen sandstone. Hoezo? Ja, tuurlijk heb ik sandstone, maar waarom? Waarom? Om de vloer netjes te maken van jouw dingetje hier. Kijk zo. Omdat die daar moet. Ja, want dat is mooi. Want dan is het vloer klopt dan gewoon. En dan heb je hier hele mooie grote... grote raam. Ik had hem eigenlijk nog liefst eentje hoger willen doen, maar dat kan niet omdat het plafond daar zit. Nou, dan pas je dat toch aan. Maar als je binnenkijkt, dan zie je dat je dat gewoon kan aanpassen. Denk ik. Oh nee, dat kan niet. Echt nee, waar? Dat kan niet. Want daar zit het gras van het grasdakje. Oh zo, ja. Dan wil ik eigenlijk hier nog iets voor doen. Lang niet. Toen zat er een gigantische pilaar in mijn gezicht. Wat vind je van die leaves? Vind je dat
Als het een klein beetje minder is, dan vind ik het wel heel mooi. Hey, kijk eens, hier heb je shears. Want ik vind het een klein beetje te veel. Ja, ik zat ook zo te kijken van, nee. Nou. Misschien hier nog één blaadje onder deze. Eén blaadje? Ja. Hier ook? Precies. Ja, zo. Precies. Ja, ik wil deze hoeken eigenlijk iets wat interessanter maken. Dus ik denk dat dit misschien wel mooi is, aangezien dat je dat ook aan de andere kant gedaan hebt. Waar zit dat? Hier zo. Oh, gekke plek is dit. Ja. Hier zou ik ook glas doen, maar dat gaat niet, als je hier zo kijkt. Oh, jawel, jawel, wel, want ik heb daar gewoon eentje vooruit. Kijk, als je hier kijkt, dan was het een of ander, dit was het, maar ik wilde deze niet weghalen, omdat ik hier dan een gat zou hebben. Maar ik heb dus gewoon eigenlijk, de muur heb ik hier gewoon dubbel gemaakt. Zodat je het zelf een beetje kan shapen zoals je zou willen vanuit de binnenkant, okay, zeg maar. Okay. Ja. Dus je kan hier wel glas inzetten, zeg maar. Nou, dan doen we dat. Dat is gewoon... Oh. Dammit, ik liep iets te snel. Zoiets. Ja, beter. Veel beter. En heb ik nog één idee. Wat denk ik ook wel leuk is. Wat ik altijd super vet vind om te doen is... dit soort dingen toevoegen. Voor lukt dit, hè? Ah ja, het hallo. Komt. Hey, hallo! En dan deze bijvoorbeeld zo helemaal tot hier. Als je dat kan zien. Nou, dat kun je niet zien. Ja. Ik weet wat je bedoelt. Kan je wat spruce naar beneden gooien? Nee, laat trouwens maar. Ik pak wel gewoon uit je chest. Nee, ik heb nu superveel. Alsjeblieft, pak het. Where you at? Wacht hoor. Even. 2. En zo. 2. Oké. Okay. Bloep. Check. Oh damn. Oh, ja. Ook. Zoiets? Daar geworden. Ja. Ja, ik heb het. Ja, inderdaad. Oh, het ziet er echt al veel beter uit, vind ik. Cool. Wat vind je ervan, van dit hoekje? Nou, goed in elkaar gepresteerd. Je, ja. Wacht. Ik zal even alles halen. Of de prijs. Dit stukje. Dus als jij nou aan tafel gaat zitten samen met de Teletubbies. Wacht, heel even. Ik ben nog heel eventjes één klein stukje aan het aanpassen. Want dat ben ik nog niet helemaal tevreden over. Oké. Ik denk dat dit op zich wel mogelijk is om die hier te plaatsen. Oké. Okay. Wacht, ik moet nog één dingetje doen. Not gonna happen. Bijna klaar. Okay. Ja, ik ook. Ik ben ook bijna klaar. Ik ben redelijk tevreden erover. Ben jij er ook tevreden over? Want dat is natuurlijk... Dat is de klant moet, de klant moet tevreden zijn. Dat ben ik. Dat stukje wat er zo net uitkomt met de raam ook... Ja, hoe noemen we het? Zo die arch een beetje. Die maakt het ook wel een beetje... Ja, een beetje balkonnetje, zeg maar. Ja, dat is weg, goed. Maar, vanaf hier vind ik het er thuis ook best wel leuk uitzien. Ja, ik heb het de hele tijd eigenlijk vanaf hier gezien. Of heel veel. Holy damn, ik vind het hier echt mooi uitzien. Ja, ik heb altijd, ik wil altijd vanaf de voorkant kijken. En vanaf deze kant ziet het er leuk uit. Het is gebeurd. Ik zie hier een gezicht in. Kent en ziet het. Nee! Oh nee! Nee, dat moet je nooit doen! Nee, je moet nooit een gezicht ergens in zien. Want dan krijg je het nooit meer goed. Nee! Nee, want dan krijg je het nooit meer goed. Niet naar kijken nu, oké? Nee, ik ga het niet meer kijken. Het is ook gewoon zo'n freaking lelijk gezicht. Als je één keer een gezicht in het bouwwerk ziet, dan krijg je het nooit meer goed. Dan krijg je dat echt nooit meer. Dan kan je doen wat je wilt, maar dan krijg je het nooit meer goed. Oh, god. Ripperonisch. Ripperoonkaas, ripperonisch. Knipogende troll. Nou, ik zal je de prijs geven. Ben je zeer tevreden? Ja, dat wel.
Nou, ik moet heel... als je heel erg lief zou zijn, dan zou ik best wel een referentie in willen opnemen straks. Ja? Als dat zou kunnen. Je krijgt je prijs en je fooi. Mm-hmm. Oeh. Damn, oké. Okay. Fooi. We gaan eraan beginnen. Klink, 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 klink. Oeh, drop party. Nee, drop party. Woe! Oh, we gaan er langs. Oh yeah. Ik pak helemaal niks op. Oh, ik viel er weer vanaf. Nou, ik heb er een hoop dat gemist. Waren ze. Heb je er gemist? Ik heb er een hoop gemist, dus ik moest terug. Alleen nu... Ah. Nou, dank je toch? Ja, ja. Oh, je viel er af. Het is de zin dat je eraf viel. Ja, ik viel er af. Awesome. Cool. Nice, ik heb er precies 48. Nou, ik vind het eigenlijk geslaagd. Ik vind... Ja, ik vind het nogmaals leuk. Leuk trollgezicht. Ik heb het net unseen en dan zag je het weer. Nee, ik vind dat hoekje vind ik echt wel de touch geven eigenlijk. Ja, dat, ja. Ja, nou ja, ik vond het heel fijn om dit voor jou te doen. Oké. Okay, ik vond het heel gezellig, ik vond het heel leuk. Ja. Ik hoop dat jij zeer tevreden bent. Grappig. Dan ben ik het dat ook. Dat is goed. Waar ben je? Oh. In mijn wortelfarm. Nice. De ironie is real. Je zag ook niet van vooraf aan dat het een wortel was. Dus. Nee. Nou, ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken. En vonden jullie de video leuk? Vergeet dan natuurlijk niet om een blauw duimpje achter te laten. Abonneer ook even op De Geweldige Kaas. Linkje in de beschrijving. En zeg tot de volgende keer. Doei. Doei. Joejoe. Oh mijn god, dat vind ik super vet. Dat moeten ze ook doen in Minecraft. Dat je de zielen, dat je die redstone mountains een andere kleur kan laten geven. Zoals blauw en roze en dat soort. Oh my god, dat moeten ze ook doen in normaal Minecraft. Oh my god. Oh my god. Dat moeten ze echt doen.